Een huisje in de Kempen, niks bijzonders, zegt u misschien. Maar ik vind het een heel erg mooi huis. Het is trouwens gebouwd in 1680. Het staat hier al meer dan 300 jaar. En het wordt rechtgehouden door een van de oudste houten balken in ons land. Hier hangt hij dan, een balk van 300 jaar oud. Willy Bens, u woont hier, u bent ook architect. Wat voor hout is dit? Ja, het is een eikenbalk. En vroeger werd er bijna uitsluitend met eik gewerkt in de bouw. Dat was het sterkste hout? Dat was het sterkste hout en ook het meest weerbestendig. Die balken verweren, maar ze blijven bestaan. Is dit nu nog steeds het sterkste hout, eik? Ik denk hier wel, maar op wereldschaal is azobe de sterkste houtsoort. Azobe? Een Afrikaanse houtsoort. De gigantische azobe-bomen groeien in Afrika. Wij bestelden een exemplaar in Kameroen. En in ons eigen Wetteren werd deze kanjer op maat gezaagd voor een uniek experiment. De volledige boom weegt 12 ton en heeft een diameter van bijna 2 meter. Maar wij hebben maar een klein stukje nodig. Een balkje van, oh god, 1,08 meter. En dit is het balkje, gemaakt van het hardste hout ter wereld, azobe. Dit hout is zo hard dat het eens goed lacht met de algemene wetten van de natuurkunde. Dit is wat er gebeurt als je een stukje hout in het water gooit. Het drijft. En dit is wat er gebeurt als je een stukje azobehout uit Kameroen in het water gooit. Het zinkt. Ongelooflijk. Hout dat zinkt. Nooit gezien. Gelukkig hebben we een specialist van de Universiteit van Gent hier bij ons. Professor, dokter, ingenieur, architect, bouwkundige Jan Belis. Staat u hier al lang? Ik sta hier nog maar pas, Marcel. Zeer goed. Hoe komt het dat dit hout zinkt? Wel, eigenlijk omdat het zwaarder is dan water. Dus elk materiaal heeft een soortelijk gewicht. Bij water is dat 1000 kilogram per kubieke meter. Maar voor azobe zitten we toch wel al snel aan 1300 kilogram per kubieke meter. Dus het is veel zwaarder dan water en het zal naar de bodem zinken. Waarvoor wordt dit hout gebruikt? Dit is een zeer duurzame houtsoort. Dus ze wordt heel vaak toegepast in bijvoorbeeld sluisdeuren, waterbouwkundige toepassingen. Alles wat in contact komt met water en grond. Maar nu, de belangrijkste vraag, professor. Hoe krijg ik het kapot? Ik ben onlangs op een studie gestoten van 1929. En ik zou daar graag een stukje uit voorlezen. Op 26 juli 1928, om 9 uur 's ochtends, bereikte een merrie van 6 jaar oud, 971 kilogram, loom van temperament en zeer gewillig, een trekkracht van maar liefst 350 kilogram. Wij testen vandaag in deze mooie Limburgse velden opnieuw de trekkracht van paarden. Maar deze keer mogen ze de sterkste balk ter wereld kapot trekken. Professor, wat is deze opstelling? Wel, we noemen dit een driepuntsbuigproef, waarbij we aan de beide balkuiteinden een tractor hebben om de balk tegen te houden. En in het midden zullen de paarden trekken met behulp van de touw dat hier al klaar ligt. Ja, wat is uw prognose? Het is de eerste keer dat we het doen, dus ik ben er niet zo zeker van. Maar ik denk niet dat twee paarden voldoende zullen zijn, Marcel. We gaan toch beginnen met twee paarden. Druk. Stefan, dit zijn uw paarden. Ja. Brabantse trekpaarden. Brabantse trekpaarden. Maar we zijn in Limburg. Werkt dat hier? Ja, ja. Die voelen zich heel goed in Limburg. Hè. Maar hoe sterk zijn zo'n paarden? Dat zijn de sterkste paarden ter wereld. En nu gaan we deze twee in competitie zetten met de azobe-balk. Ja. Jij lacht al. Ja, dat is iets anders. Hè. Dat is iets anders, hè? Dat gaan we nu zien. Klaar? Om te trekken, trek! Oh, nee. Het lukt niet. Oh, oh, oh. Te weinig pk's aan boord. Twee paarden, het is niet gelukt, professor. U houdt de meting hierbij. Wat meet u? We hebben eigenlijk een piekwaarde bereikt van 13 kilonewton, wat overeenkomt met ongeveer 1300 kilogram. Ja, veel, maar niet genoeg. Wat nu? Vier paarden, Marcel. Vier paarden. Klaar, Stefan? Ik ben klaar. Oh, oh. Oh. Ja, lukt niet, maar de balk heeft wel al bewogen. Daar zat al speling op. Wel, de piekspanning die we gemeten hebben deze keer was 2750 kilogram.
Dat is het dubbele van de twee paarden dan toch? Ongeveer wel, ja, ja, klopt. Maar nog steeds niet genoeg om de balk te laten barsten. Wat nu? Duidelijk niet. Ik denk dat we toch eens moeten proberen met 8 paarden deze keer dan. Oké. Okay. U vraagt en wij paarden. 8 paarden. Gaat het nu lukken, denk je? Ja, nu gaat de boom toch kwaad krijgen. De boom gaat het kwaad krijgen, dames en heren. Dit zijn niet 7 horses in the sky, maar 8 horses in de Limburg. Kom aan. Yep. Oh, 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 oh. Oh, dat. Oh. Ja, ongelooflijk. De balk houdt het ook. 8 paarden waren niet sterk genoeg. Hoeveel kracht heb je gemeten? De grootste piekkracht die we gemeten hebben is ongeveer 5500 kilogram. 5,5 ton. Onze paarden zijn op, ons budget helaas ook. Maar we hebben wel nog tijd voor 1 gasten, dus de New Holland T8. 420 pk of 420 paarden. Professor, wat zijn uw verwachtingen? 420 pk. Ik denk dat we het daarmee wel zullen moeten kunnen klaren, de klus. Stel dat de balk breekt, hoe gaat die breken? Ik ben er niet zeker van. Ik vermoed zoals een grote lucifer. Ongemeen spannend eigenlijk. Absoluut. Tractor, starten maar. Hij graaft zich in. Oh, hij zit vast. Ik hoor beweging. Ja, dat is duidelijk, hè? Duidelijk gebroken. En hoeveel kracht heb je gemeten, Jan? Wel, we kwamen op bijna 16 ton. En het was voor de tractor geen simpele klus. Hij heeft zich bijna helemaal ingegraven. Het sterkste hout ter wereld, AZOB. Maar we kregen het toch kapot. Ha!